Hi, hi tweeling. Leuk dat je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze is voor week nummer 2. En dat is van maandag 7 januari tot en met zondag 13 januari. En als ik de kaarten schud om te kijken wat deze week voor jou in petto heeft, dan heb ik de kaarten waarin je wat een moeilijke start hebt. Je vindt het allemaal even wat lastig. Het hoeft niet per se lastig te zijn. Je ervaart het gewoon zelf als een soort lastig iets dat je ja, misschien toch wel even wat verkeerd aanpakt. En opeens denk je, ja, ik weet het hoe ik het anders ga aanpakken. En dat gaat ineens een stuk beter lopen, een stuk beter voelen. En je zult merken dat je daardoor eigenlijk even weer wat meer rust kunt gaan nemen. He, dus het is een week waarin je eigenlijk best wel wat afwisseling hebt. Je begint een beetje met een stuk dat je het wat moeilijk vindt. Dat je dan eigenlijk een soort oplossing gaat krijgen. Dat je in de actie gaat en dat je dan ook eigenlijk weer gaat afwachten van wat er gaat komen. En zo blijf je deze week eigenlijk gewoon heel goed in evenwicht. Heb je allerlei dingen gedaan die je had willen doen. En het geeft je eigenlijk ook weer een stuk rust op het moment dat je even weer wat tijd voor jezelf kunt gaan nemen. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. Dat kan in een persoonlijk berichtje of in een berichtje hieronder. En ik wens je sowieso een super fijne week en tot de volgende keer.